Dit is een duin. Een hoog duin. En op dit duin zit Nehelenia. En er is een verhaal in Odysseus. Dat Odysseus ging op een hoog duin. En daarbij kreeg hij een boodschap van Mercurius hoe hij met Circe moest omgaan. Circe is de oude naam van Circee. Dat ligt daar. En Nehelenia, de beelden van Nehelenia zijn gevonden net voor Circee in de Schelde. Odysseus moest zich 3 weken te goed doen aan haar heerlijke genoegens, aan haar eten, aan haar drinken en aan haar bed. Als 13-jarige vond ik dat wel een beetje vreemd natuurlijk. Maar goed, zijn mannen waren door deze Circe betoverd tot biggen. Hier verderop heb je biggenkerken. En meneer Wilkens heeft dat prachtig in een boek beschreven. Je moet maar eens denken, als je heel lang op zee alle gevaren getrotseerd hebt, als je van Engeland hier komt. Het eerste wat een man van de zee doet, is een voet op aarde en achter een dijk van een vrouw gaan liggen. Kijk, deze vrouw is geen Venus, geen Afrodiet, maar ze heeft wel de vruchten op haar schoot. En de appel in alle verhalen gaat altijd over de schoonste. En over de scheiding tussen goed en kwaad. In het verhaal van Circe ligt Odysseus 3 weken aan haar tafel, aan haar genoegens. En na die 3 weken is hij helemaal in de wolken. En steekt hij over van Circee naar Walcheren. En Walcheren is de onderwereld. En op dat moment, omdat hij helemaal in het wolken is van haar genoegens, is hij in een hele andere zachte staat als schipper, bijna even met een babyhuidje. En dan zit hij in dishoek. En dan komt eigenlijk, reist hij af naar de onderwereld of hij ontmoet alle mensen die heen zijn gegaan. En krijgt dan de inzichten door hoe die moet handelen als hij in Cornwall is. Als daar die rotsen zijn, waar de sirenen zijn. Odysseus, je moet watjes in je oren stoppen en je vastbinden aan de mast. Dan kan je genieten van de sirenen zonder dat ze je verleiden om schipbreuk te lijden. Ja, godinnen van de zee, tempels. Tempels bij de zee. Dat zijn toch ook plekken waar dijken van vrouwen vertoeven om de schippers werkelijk voor anker te laten gaan. Ik ben Anneke Wittemans van www.beweegreden.org.